Hallo kijkers van Harm en Frodo, welkom bij de 23e aflevering van seizoen 3 van Maleese Vrouwen seizoen 3. We zijn vandaag met Noah, die is de meest aangevraagd van alle gasten ooit. Ik heb elke dag hetzelfde shirt aan, vandaar dat ik in de podcast hetzelfde shirt aan heb. Ja, precies. En meestal dan gaan we reageren op dingen die hier staan. Bijvoorbeeld dat 68% wel eens wat geheim houdt voor zijn of haar partner. Bijvoorbeeld. Dat bedoel ik niet met eindeloos knippen. Dit ga ik ook gewoon bliepen. Het zijn nevouw, doe normaal. En nevouw, knul op mijn hoofd. Zodat mensen niet weten wat je zei. Maar dan wel. Ja, nee, dit gaat dus weer daarover. Ik weet niet wat ik hier moet doen. Ik ga er gewoon naast staan. Ik weet ook niet wat jij hier moet doen. Het hele idee van dit verhaal is. Oh ja, hier heb je dus. Dit vind ik altijd de beste column die erin staat. Je hebt hier dus een docent Nederlands. Die ouder is van twee kinderen. En die gaf bijvoorbeeld een keer, heeft hij een hele column gemaakt over haar kind die een geo die ruwe kwijtraakte. Zij. Ja? Die zei hij. Zij. Is Nederlands docent en die heeft dus twee kinderen. En één daarvan raakt een keer zijn of haar geo die ruwe kwijt. Oh, die heb ik laatst gevonden op school. En toen ging ze dus een hele column schrijven over hoe vervelend ze het vond dat haar kind geo die ruwe kwijtraakt. En nu vandaag heeft ze het over... Maar schrijft ze altijd over onzin? Is dat zeg maar de bedoeling van de column? Volgens mij wel. Hier, okay. Vandaag heet hij Labyrinth. Vlak voordat we open gingen, er is met geel-zwarte tape een route geplakt met lijnen en pijlen door de gang van de school. Dat is natuurlijk bij ons ook zo, wegens corona. Nou, maar groen-zwart. In de gecreëerde legale paden. Dat is altijd, als docent Nederlands ga je natuurlijk woorden gebruiken die niemand anders gebruikt. Met anderhalve meter streepjes en zo. Maar dat is wel elke keer van haar, die column. Ja, altijd van haar. Dus zij is een MAVO 4 docent Nederlands en mentor. Dus, zo, ja. En moeilijk, MAVO 4 Nederlands. Geven. Ja. Alsof iemand daar überhaupt behoefte heeft aan Nederlands. Als je dan het woord frikandelbroodje weet, dan kom je al ver genoeg. Oké, niemand van MAVO gaat nu aan. Mevrouw, mag die raam aan? Mag die raam aan? Ik wil die water. Nou, super geweldig. En dus... Maar waar ging het nu over die lijnen? Over die lijnen en anderhalve meter. En dan ook over... Dan refereert ze naar een programma waarin mensen strafpunten kregen als ze buiten de lijnen kwamen. En dan zegt ze van, wow, weet je, we moeten ook op school strafpunten geven als mensen geen anderhalve meter houden. Ik moet dan zeggen dat misschien in MAVO 4 mensen daar nog intrappen en denken van, wow, wat tof. Maar ik denk dat in HAVO 5 iedereen eerder denkt van, hallo, ja, boeien. En dan gaat het weer over dat nieuwe normaal waar Mark Rutte het altijd over heeft. Nog één stapje naar links. Nee, ik wil geen strafpunten. Ja, ja. Maar het nadeel is dat dit blad soms ook wel best depressief is. Maar ik probeer dit blad altijd te lezen om op te vrolijken. En dat lukt niet altijd even goed. Maar dit zijn mensen die er betaald voor krijgen om kleding aan te trekken voor op een foto. En dan staat er daarboven hoe duur die foto is. Hoe duur die kleding is. Dus dit is Instagram voor mensen die geen Instagram hebben. Waarom hebben ze niet Instagram? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Zou de vrouw... Zelfs Harmon heeft Instagram. En hij had niet eens eerst een telefoon. Hij heeft gewoon Instagram gedaan om zijn kanaal te promoten. Oh, zo. Wanneer val jij door de mand? Hier, dat is de titel. Wanneer val ik door de mand? Als een gat onderin zit. Ja. Nee, maar ik bedoel het spreekwoord. Oké. Kan jij koken? Ik kan een eitje bakken. Maar je kan niet koken? Nou ja, op zich. Ja. Ik kan de bereidingswijze van een pak kan ik volgen. Wat doe je? Zou jij het kunnen maken? Ja, dit zou ik kunnen maken, want hier is het precies wat je nodig hebt. Hier staat... is dat poeders... Waarom zit hier poedersuiker in? Dat is geen poedersuiker, dat is bakmeel. Ja, heel erg veel. Maar nog even terug naar het onderwerp. Ik zou dit, hier staat precies wat ik moet doen en hoe ik het moet doen. Dus dat is ook... Maar ik zou niet denken, ik heb zin om dit te koken en dan ga ik zelf spullen halen en zelf het in de pan pleuren en zelf hoeveelheid. Ja, zo ben ik zelf dan meer, maar ja. Ja, maar dat kan ik niet. Ja, dat vind ik op zich wel leuk. Ik heb gisteren nog gekookt. Lijkt maar ook wel leuk, hier in ieder geval ging het over mannen die koken en dat meisjes dat leuk vinden. Maar ik kan er altijd slecht tegen om in een blad te lezen, wow, meisjes vinden dit leuk, dus jongens verander. Dan denk ik van, ja, kijk, dat is altijd grappig, dat mensen die beoordelen dus kookboeken hierin. Dat is dus een test. Maar het grappige is, ik neem dingen nooit serieus als het eindcijfer er een 10 van wordt. Je weet wel eens dat je hebt opgepast bij je neefjes en dat je na afloop dan vraagt, als je mij een cijfer mag geven, wat zou je dan geven? En dat je neefje zegt, 100. En dat je dan denkt van, ja maar hallo, het hele idee is dat je echt serieus bent. En zeg dan een 7 omdat je me vergeten bent op te halen van het zwembad en ik 2 uur lang daar gestaan heb. Ja, en ik
en ik in het water viel en je me ging uitlachen. Ja, precies. Maar dus als mensen een 10 geven jeugdtrauma voor een kookboek, dan denk ik altijd, als het een 10 is voor een kookboek, moet je bij dat kookboek alle ingrediënten geleverd krijgen in 100-voud. En moet elk ingrediënt super lekker zijn. Als het een 10 is, dan is er dus 0 dingen te noemen die er slecht aan zijn. Of die beter kunnen. Precies. Dat, dus het... Hier, iemand heeft dus dit boek gebruikt waarvoor hij een 10 geeft, hè? Ja. Vraagt hij, wat ik ervan vond, dat is een vraag, wat vond je ervan? Zegt hij, ik heb wat geknoeid met courgettebrood, maar verder was alles een eitje. Als je al geknoeid hebt met courgettebrood... Maar dat gaat niet over het boek, dat gaat over hoe hij het doet. Ja, nee, maar courgettebrood was dus iets uit dat kookboek. Maar als hij dan, als er in het boek staat, gooi 2 eieren in de pan en ik flikker ze door het raam heen, dan ga ik niet zeggen, ja, dat boek zegt het fout. Ja, maar dat betekent, als dit boek... Als dit boek een 10 krijgt, moet iedereen het toch kunnen, of niet? Oh, ja, oké. Okay. Oh, sorry. Hier, want... Ja. Ja, maar dan denk ik ook, ja, dan moet toch iedereen het kunnen. En dan, als je zelfs courgettebrood niet kan maken, weet je niet hoe simpel dat is. Wat is een courgette? Dat is toch zo'n... Dat is een komkommer, maar dan dikker. Ja, nee, dat is niet paars. Een soort van aubergine, maar dan groen. Ja. Eigenlijk wel, ja. Ja, maar daarom denk ik dus van, wat een slecht kookboek eigenlijk. We gaan naar... Ik vind tonijn zo smerig. Ja, ik vind tonijn dus ook dit niet lekker hier. Dit ziet er niet lekker uit. Oh. Straks gaan Noah en ik nog een video opnemen waarin hij reageert. We gaan ook gewoon een keer koken samen. Ja? Oké, okay, prima. Bij jou thuis? Ja, zo ook. En we gaan ook straks een video opnemen waarin Noah reageert op alle diss tracks over hem. Echt? Nee. Ik heb ook gewoon nog training vandaag. Nee, dat doen we wel een andere keer. Ja, dus nou, in ieder geval, hele leuke recepten staan hierin. Ik geef dit blad een 10. Moet weer NCS. Dit is sowieso de raarste aflevering van Mannen Lezen Vrouw tot nu toe. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze aflevering van... Hopelijk ben je blij met dat je je tijd verspeeld hebt. Je hebt echt je tijd verspeeld. Heel erg bedankt voor het kijken naar... Ik vind het ook leuk om... aflevering van 23 van seizoen 3 van Arm Frodo van Mannen Lezen Vrouw. Tot ziens, tot later. Bij volgende week weer een Dubsmash aflevering. Nee.